Ik had er best even over nagedacht hoe ik u zou aanspreken vanmorgen. Ik dacht, zeg je nou dames en heren, maar dat klinkt wel heel erg afstandelijk. Of geliefde, maar dat klinkt dan wel weer heel erg intiem, zoiets van, nou ja, we zien elkaar voor het eerst vandaag. De meeste althans. Gemeente zeg je ook niet zomaar. Ik heb gekozen voor beste zondagsschoolvrienden. Dat vond ik dan nog wel een aardige. Klinkt een beetje klassiek, maar beste zondagsschoolvrienden is dan wel mooi. Als ik tijdens mijn lezing ineens gemeente zeg, dan komt dat gewoon omdat het ineens allemaal heel vertrouwd voelt. Dat heb ik dan wel eens meer. Dan zeg ik ineens gemeente tegen u, maar dan moet u niet denken, hij heeft een oude preek. Maar dat komt gewoon door de omstandigheden. Afgelopen dinsdag mocht ik een lezing verzorgen voor ambtsdragers, voor het HJW. En daar zei ik op het eind zelfs jongens. Nou, dan gaat het heel goed. Dan is echt de vertrouwelijkheid maximaal. Maar zondagsschoolvrienden, we zijn hier namens de zondagsschool en het gaat ook vandaag over het zondagsschoolwerk. En daar wil ik dan uiteraard graag ook de vinger bij leggen. Prachtig thema hè, vanmorgen. Wie niet leert, verliest. Of misschien ook wel niet een prachtig thema. Een thema wat meteen iets aangeeft van ernst, scherpte, waar niet geleerd, gekend wordt, daar wordt verloren. Beste zondagsschoolvrienden, onlangs las ik het indrukwekkende verhaal van de Franse opperbevelhebber uit de Tweede Wereldoorlog, Henri Giraud. Aan het begin van de oorlog vocht hij met zijn legeronderdeel in Noordoost-Frankrijk tegen de oprukkende Duitse legermacht. Maar ja, die legermacht was oppermachtig en sterk vernietigend. En zijn hoofdkwartier werd onder de voet gelopen en Giraud werd gevangen genomen. En ook gevangen gezet in Festung Königstein in Duitsland. Een op een steile rotswanden gebouwde vesting. En naar de mens gesproken was er voor deze Giraud geen ontkomen aan. Hij zat vast, letterlijk, gevangen. Maar Giraud die zocht naastig naar een manier waarop hij het toch kon ontkomen. En weet u hoe hem dit uiteindelijk lukte? En hoe hij uiteindelijk vrij kwam? Met name op twee manieren. Deze geboren Fransman die leerde in de jaren dat hij gevangen zat accentloos Duits spreken. Dat is de eerste. En daarnaast leerde hij de landkaart van de omgeving feilloos uit het hoofd. En met name deze twee zaken, die zorgden ervoor dat hij op 17 april 1942, bijna 2 jaar na zijn gevangenneming, op succesvolle wijze ontsnapt is. Als hij via een 50 meter lang aan elkaar geknoopt laken van de muren van het fort weet te ontkomen, leidt hij de Duitse wachtpost af door zijn perfecte spraak. En hij weet naadloos de vluchtroute te vinden die hem de weg wijst naar de vrijheid. Het thema van vandaag is: wie niet leert, verliest. Maar je zou ook kunnen zeggen: wie niet leert, blijft een gevangene van dood, zonde, hel, toch? Want beste vrienden, net als die Franse bevelhebber zitten wij van nature gevangen. Gevangen omdat we door zonde en ongehoorzaamheid de strijd hebben verloren. Raken die woorden van het doopformulier u nooit, die we altijd in de doopdiensten lezen, dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn? Mag ik iets vragen? Kijkt u zo naar de kinderen in de klas voor u? Nee, zegt u, ik kijk naar ze als kinderen van het verbond. Nou ja, maar het een sluit het ander niet uit. Kijkt u ook zo naar de kinderen in de klas? Bewogenheid, dat moet toch de basishouding zijn voor elke meester en juf? Maar herkent u dat dan ook bij uzelf als u dit werk doet? De urgentie, de diepe ernst? Want die kleintjes, die hebben toch bevrijding nodig. Die hebben vrijheid nodig in Christus. Die hebben een zaligmaker nodig die ze redt. En die ze de weg naar God wijst. En daarvoor, ja daarvoor hebben ze
kennis nodig. Daardoor moeten ze iets weten. Wat moeten ze weten? Nou, die twee dingen die Giro ook wist. Ze moeten de routekaart van de vrede, moeten ze uit hun hoofd weten. Moeten ze kennen. Zodat ze uit de stad van verderf de route weten naar het hemel Sion. Die kaart, die weg waarop staat waar de weg smal is en breed. En welke je dan het beste nemen kunt. Het is belangrijk dat ze die in het hoofd, of beter gezegd, in het hart gegrift hebben. Die kaart, die routekaart. En, net als bij Giro, ze moeten de taal weten. Taal die nodig is om op die weg te kunnen gaan. Om de dingen te kunnen begrijpen. Om de juiste vragen te stellen. De taal van het geloof en van het woord. En ook daarvoor hebben ze kennis nodig, toch? Van de taal van God en van zijn woord. U kent dat natuurlijk ook wel, hè? Meer en meer die klacht dat de Bijbel moeilijk is. En dat de Statenvertaling al dan niet in de herziening onbegrijpelijk is. Ik moest daar echt opnieuw aan Giro denken. De Duitse taal was hem compleet vreemd. Hij was er niet eens in geboren. En toch wist hij het zich eigen te maken. Door te luisteren, te leren, te lezen, te oefenen, vol te houden. Het ze in de mond te leggen. En waarom deed hij dat nou? Waarom deed hij dat nou zo intens en zo vasthoudend? Omdat hij wist dat de kennis van de taal hem de weg van de vrijheid zou kunnen geven. En ik besef best dat die vergelijking niet helemaal opgaat, want het is ook dan weer de taal van de vijand. Maar wie beseft, hè, dat verlossing en behoud, bevrijding, afhankelijk is van het kennen van God en zijn taal, hoe hij spreekt, die zal toch ook weten dat het vocabulaire van het evangelie nodig is te kennen. En die zal toch ook beseffen dat ons die taal eigen moet worden gemaakt. De taal. Ja, dus wie niet leert, verliest. Wie niet leert, blijft een verlorene. En het is niet voor niets dat de Heer in zijn woord daarom stevig inzet en nadrukkelijk de vinger legt bij kennis. Zo zegt Mozes het ook in Deuteronomium 6. De woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Daarover moet je spreken, waar je ook bent, waar je ook gaat. Dat gaat voor alles uit. En soms lijkt het in onze tijd wel een beetje een vies woord te zijn geworden. Ook in de kerk. Toch? Het moet om het hart gaan, zeggen we dan. En verstandelijke kennis, ja, dat maakt je niet zalig. En dan zit het alleen maar in je hoofd en niet in je hart. Het moet een voet lager. Maar weet u, als het een voet lager moet, dan moet het wel eerst in je hoofd zitten, gekend worden. Of mag ik het vanmorgen nog iets scherper formuleren? Als er geen kennis is, kun je God helemaal niet kennen. En als er geen kennis is, kun je sowieso jezelf niet kennen. De Bijbelse route van het geloof is heel eenvoudig en ook heel duidelijk. Romeinen 10, vers 17. Het geloof is uit het gehoor en het horen is door het woord van God. Zo is de route van God en zijn geest. En nadrukkelijk zet de Bijbel steeds in bij dit leerelement. Daar begint het en daar ontstaat het. Beste vrienden, geloof begint niet, ontstaat niet, heeft zijn bron niet, vloeit niet voort uit het hart van de mens, maar vloeit voort uit de bron van het woord, zoals de voorzitter vanmorgen al benadrukte, door het werk van de geest. En dat komt nadrukkelijk van de andere kant. Daarom zet God in met kennis. Het komt van de andere kant, van gene zijde. Het wordt je aangezegd. En daarom ligt er in de Bijbel zo'n ontzaglijk grote nadruk op kennen. En doorgeven van Gods woorden en beloften.
In Deuteronomium 6, ik had het al over dat gedeelte, houdt Mozes het volk van Israël voor dat ouders de woorden van God hun kinderen moeten inscherpen en inprenten. Zo, het moet erin gehamerd worden. En daar is niks mis mee. Paulus wijst daar toch ook op in de Efezebrief. Daar schrijft het de gemeente dat de kinderen moeten worden opgevoed in de vrees en vermaning des Heren. Het moet ze worden aangereikt, zo moeten ze worden opgevoed. Nee, kennis in de Bijbel is niet iets wat vanuit de mens komt. Maar heilzame kennis komt op vanuit het evangelie. Vanuit dat woord van God dat levend en krachtig is. En dat woord, zegt de Bijbel, moet worden overgedragen. Dat is een mooi woord, hè? Overgedragen op de volgende generatie. En dat is best wel eens lastig, hè? Ook als je in het onderwijs zit op de zondagsschool en daar je werk mag doen. Want in onderwijskundig opzicht hebben we natuurlijk de wind niet mee. Integendeel. Er zijn er onder u vast die in het onderwijs zitten en die alles weten van het nieuwe leren. De laatste decennia was dat helemaal de uitvinding. Het houdt heel kort in en misschien wat ongenuanceerd gezegd dat de leerling, het kind, in sterke mate verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen leren. Sommigen kennen dat wel heel sterk, dit. Zodat de leerling mede bepaalt wat hij leert en hoe hij dat wil leren. En de docent, de meester, de juf, die fungeert als begeleider in het proces. Dus je hebt onderwijskundig, zeg maar, de wind niet mee. Als je benadrukt dat het moet worden overgedragen, doorgegeven, ingescherpt. En daarbij komt natuurlijk ook, en daar lopen we in de kerk ook tegenaan, de impact van de belevingscultuur. Dat is zo'n tweede punt of tegenwind. Want we moeten er vooral iets moois aan ervaren. Het moet fijn voelen. De kinderen moeten het leuk hebben. En als een kind in de kerk zegt, ik vond het saai of niks aan, dan is lijden in last. Maar daar ligt een serieus risico. Misschien ook wel voor de zondagsschool. Daar ligt een theologisch risico. Geloof en kerk worden vooral iets van het goede gevoel en van de aantrekkelijkheid. En wij zelf of de kinderen worden dan de maat. Toch? Jouw hart, jouw gevoel, jouw beleving, jouw emotie, jouw beeld van God. Het is natuurlijk niet zo vreemd, toch? Dat dominee de Heer ondanks daar de vinger bij legde en zei, maar zijn we dan nog wel zuiver bezig als onze emotie bepaalt, ons gevoel zegt, hoe we over God denken, ook in liederen? Kijk, de Bijbel leert een heel bepaalde aanvliegroute. De Bijbel leert mij altijd om te beginnen aan de andere kant, op dat gegeven woord, bij de overdracht. Bij wat je aangereikt wordt, het leren van Gods woorden. En ook meteen de grote urgentie daarvan. Dat laatste ook, hè? De grote urgentie daarvan. Ik ben wel eens bang dat we daar ook niet meer zo scherp op zijn. Omdat we ook niet meer zo doordrongen zijn van de grote ernst van dat moeten overdragen. U hebt vast wel eens gehoord dat van dominees gezegd wordt, eenmaal zal het bloed van degene die zij hebben mogen dienen in de gemeente, zal van hun hand worden geëist. Dat hele ernstige, je handelt met zielen, maar dat doet u ook. Het is toch niet zomaar een verhaaltje vertellen, maar de weg ter zaligheid aanreiken, aanleren. Ik ben niet voor niets deze lezing vanmorgen begonnen met dat prachtige verhaal van die Giro, die opperbevelhebber. Er zat urgentie in, nood in, waarom die zich die taal eigen maakte en die kaart uit zijn hoofd leerde. Kijk, Paulus die schrijft in 2 Korinther 5, vers 11, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Weer een mooie tekst. Je hoort daarin hoe Paulus zich gedrongen weet dat woord, dat evangelie van genade door te geven. Wetende de schrik des Heren.
kanttekeningen zeggen, daar gaat het over het schrikkelijke oordeel Gods. Hoort u dat? Het weten, het kennen van die diepe ernst van het oordeel van God, waaronder wij allen liggen, maakt dat hij die woorden aan de Korintiërs kwijt wil. En hoop wil wekken door hen te wijzen op Christus. Dus dat woord en kennis daarvan is dan ook ten diepste kennis der zaligheid. De Bijbel maakt daar niet zoveel verschil in, wist u dat? Wij zeggen ja, je hebt kennis nodig. En vroeger zei men dan kennissen. Hè, dan wordt het pas echt, dan gaat het voor je leven. Hè, of we hebben een dienst gehoord en dan bidden we of de Heer de naprediker wil zijn van zijn woord. Ja, soms denk ik, de Bijbel houdt het veel meer bij elkaar. Dat kennen van het woord is de wijze waarop God zich kennen laat. En dat woord, dat is het voertuig van de geest. In dat woord zit wat God je kwijt wil. En daar zit ook meteen de urgentie om het door te geven. En we moeten waken en strijden dat de schriften gekend blijven worden. Omdat je leven daarvan afhangt. Letterlijk. Ben ik te somber als ik stel of bang ben dat we die ernst wel eens verliezen onder ons? Kijk, als Paulus aan Timotheus schrijft over zijn opvoeding, dan zegt hij, u kent van jongs af de heilige schriften. En waarom? Nou, zegt hij, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Die hebben je de weg van redding en behoud laten zien door het geloof in Jezus Christus. Het is van jongs af aan de weg van de zaligheid en niet van de gezelligheid. Heel treffend natuurlijk hoe Psalm 78 daarover spreekt, vindt u niet? Als het gaat over Gods woord en de wonderen die hij deed, dan belijdt Asaf, wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden des Heeren vertellen. Zijn kracht, zijn wonderen die hij gedaan heeft. We zullen het niet verbergen, maar doorgeven. En dan luistert het in Psalm 78 heel nauw. Heel scherp, opdat de volgende generatie ze zou kennen, de kinderen die geboren worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Moet je goed naar luisteren naar deze woorden. De woorden van God, zegt Asaf, die moeten in al zijn compleetheid worden doorgegeven. Al die wonderen, loffelijkheden, zijn kracht en zijn majesteit. En waarom moet dat compleet worden doorgegeven, opdat de volgende generatie daarna het ook weer compleet kan doorgeven. Dus als u voor de klas staat en u wil de kinderen iets meegeven, dan moet u dat eens bedenken. Dan moet u denken, geef ik nou genoeg mee, alles mee, zodat dit kind over 20 jaar zelf meester of juf kan zijn, of vader of moeder? Is het dan genoeg om door te geven of laten we iets liggen? Lieve vrienden, alles wat we laten liggen, zijn we in de generatie daarna kwijt. En is weg. En wat wij niet aanleren, dat komt daarna niet meer terug. Ja, zegt u bent somber. God kan wonderen doen. Zeker. Ja, en de Heer kan ook zijn eigen weg gaan. Natuurlijk. Maar in de Bijbel gaat God zijn gewone weg. Dat het allereerst. God gaat zijn gewone weg. U moet het doorgeven, geheel en al. Want anders raakt het kwijt. Laat het daarom een speerpunt blijven in het zonderschoolonderwijs. Dat leerelement, dat doorgeven, waarvan Psalm 78 zegt, je geeft door de loffelijke daden van de Heere. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft, die moet je vertellen. En natuurlijk zoek je daarbij naar leer- en lesmethoden die daarbij aansluiten en helpen. En natuurlijk zoek je naar manieren voor de verwerking van de stof, zeker. En natuurlijk willen we dat de kinderen op de zonderschool het ook fijn hebben, natuurlijk. Maar lieve vrienden, hou de focus vast. De kinderen moeten de route van de vrede weten en de
taal van het evangelie kennen. En als ze dat niet weten en kennen, dan gaan ze verloren. Wat wie niet leert, verliest. Gaat verloren. Wie van u kent niet die heel ernstige woorden uit Hosea 4, vers 6? Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. Nota bene. Kennis is van levensbelang, letterlijk. En Psalm 78 zet daarom daar een streep onder. Kinderen moeten Gods woorden en daden kennen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten en zijn geboden in acht nemen. Zodat ze hoop krijgen. Hoop die doet leven, die uitzicht geeft. Dat is toch prachtig. Dat is een heel mooi werk om dat te doen. Als je die kennis doorgeeft, dan is dat opdat ze gaan hopen. Op wie? Op God. Op Christus. Kijk, de Heer Jezus zegt het zo mooi. Hè? Die zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus als die schriften opengaan, dan komt dat getuigenis van de Heer Jezus Christus bij dat kind terecht. En wie dat getuigenis leert en ontdekt, die krijgt hoop. Die leert dat, hè. Die routekaart van de vrede. En dan leert dat kind op zondagsschool dat die route langs het kruis loopt. En daarna via dat open graf. En daarna via die olijfberg waar Christus ten hemel vaart. Tot wat we aanstaande zondag vieren. De Pinkstergeest wordt uitgestort. En het is toch heerlijk werk, hè, om die kinderen op die route mee te nemen, vindt u niet? En ze aan de hand te nemen. En ze te laten zien hoe die weg nou loopt. Psalm 25 zegt daar hele mooie dingen over. Bekend versje wat je ongetwijfeld met die kinderen zingt, toch, regelmatig. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer me hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Dus door Gods woord en geest worden mij de wegen van God bekend. Wat een wonder. Als kinderen dat mogen gaan zien en kennen. En die woorden en die wegen worden bekend, hoe? Door woord en geest. En zo leert God hoe die wegen zijn gelegen. Echt waar. En hopelijk weet je het ook zelf. En als je zo met een open Bijbel eerlijk je zondagsschoolwerk doet, dan blijf je ook evenwichtig. Dan blijft het ook het een en het ander. Want de Bijbel is eerlijk, toch? Evenwichtig. Het gaat om wet en evangelie. Het gaat om dood en om leven. Het gaat om hel en om hemel. Het gaat om zonde en genade. En blijf daarom maar dicht bij die schriften en draag het over. En ook als je ze zingt. Want de schriften moeten ook gezongen worden, toch? En wat helpt daar dan beter bij dan de psalmen? Juist die woorden van God zingen om die evenwichtigheid te bewaren. Ik zou het belang van en het zingen van die psalmen hier graag onder de aandacht willen brengen en van harte willen onderstrepen. U zegt, waarom nou precies dan die psalmen? Nou, als dat woord datgene is wat ons de weg wijst en als dat woord de evenwichtigheid bewaart, dan zou ik zeggen, ga dat woord ook zingen. En in psalmen zingen we het woord. Daar is God zelf aan het woord. Alle facetten van het leven, van het geloof, komen daar aan de orde. En juist de psalmen die vertolken die volle evenwichtigheid van het leven, van het geloof. En de psalmen juist, die zeggen meer dan welke liederen dan ook, wie God is in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. En er zijn geen liederen die zo mooi over Jezus zingen dan de psalmen. Ook over Jezus, onze verlosser, onze zaligmaker en onze middelaar. Over die koning der ere die ingaat. En waar die psalmen worden losgelaten, gaat ook dit evenwicht onder druk staan. Omdat God zelf in die psalmen spreekt. En het gaat toch om het spreken van God. En ik denk dat voor de zondagsschool
Het leren van psalmen, de kennisoverdracht door middel van psalmen, een gouden kans bieden om je kinderen te leren. En jawel, er zijn ook prachtige liederen in de schoot der kerk ontstaan, mooi om te zingen. Maar niets gaat boven die schoonheid, helderheid en inhoud van Gods eigen liedboek uit. Ik dacht aan jullie thema. Wie niet leert, verliest. Ik ben bang dat dat ook voor psalmen geldt. Waar we die niet meer leren en waar we die massaal gaan inwisselen voor vrije liederen, verliezen we echt iets kostbaars, iets essentieels. En ik vrees dat de geschiedenis dat maar al te vaak heeft laten zien. Verlies aan kennis, verlies aan evenwicht, verlies aan diepte, zelfs verlies aan mensen, uitholling van de kerk en de theologie, die gaan niet zelden hand in hand met de teloorgang van de psalmen. En weet u waarom? Omdat God zich nergens helderder laat kennen dan daar. Omdat geen zangboek geïnspireerd is dan het psalmboek. Het is Gods eigen boek. Omdat geen bundel zo eerlijk en evenwichtig is als deze. En het zou toch mooi zijn, hè, als juist zonderscholen vanuit hun roeping om kennis over te dragen, om de kinderen Gods wegen en woorden te leren kennen, als ze daar een voortrekkersrol in hebben en dat ook houden. Want waar kennis ontbreekt, gaat kennis van God verloren. Kijk, woorden van Jesaja mogen ons daarbij waarschuwen en tegelijk stimuleren. Jesaja 1 zegt, een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. En Jesaja 5, daarom zal mijn volk in ballingschap gaan, het heeft geen kennis. Het heeft die woorden van God niet begrepen, niet verstaan, niet bewaard. En draag het daarom over, vrijmoedig en blijmoedig. En hopelijk kom je er dan zelf helemaal in mee. Wel de bedoeling, toch? Dat is wel nodig. Ik zei u al, afgelopen week mocht ik ook een lezing houden voor ambtsdragers. En ik heb het toen benadrukt en doe het graag opnieuw. Dat je er zelf helemaal in mee moet komen als je die overdracht doet van dat woord van God. En van die hoop die op Christus moet zijn. En natuurlijk, wij weten met elkaar dat het allereerst het werk is van de Heilige Geest. Maar dat is ontspannend. De Geest doet het. Mag geen dooddoener zijn, maar iets heel hoopvols. Je doet je zonderschoolwerk met alle lek en gebrek. En u bent maar een eenvoudige man of vrouw. Maar moet je niet zo over in de war zitten. De Geest doet het. En de Geest zal het doen. En waar het woord is, is de Geest krachtig aanwezig. Dat is eerder een bemoediging. De Geest moet het doen. En hoopvol. Dat was in Zacharia 4 zo, hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Maar niettemin schakelt God wel mensen in. Ook meesters en juffrouws. En u wordt geroepen om met de materialen en de gaven die u heeft, de jongeren te raken en te inspireren. En dat vraagt dan ook om persoonlijke kennis. Dus al die kennis waar we het over hebben en die niet teloor mag gaan en de liefde voor de psalmen. Maar dan moet je de Heere zelf natuurlijk ook persoonlijk kennen, toch? Personeel dat de Heere kent. Dat hebben we het allermeest nodig op de zonderschool. Hoe kun je anders met de kennis die God aanreikt, de ander raken? Dat moet dan toch iets zijn. Misschien kent u die bekende uitdrukking van Corrie ten Boom wel. Zij zei ooit heel eenvoudig, als Jan Piet over God vertellen wil, dan moet Jan God kennen en Piet. Mooi, hè? Dus als Jan Piet over God wil vertellen, dan moet Jan God kennen en Piet. En dat eerst is cruciaal, hè? Zelf God kennen en hem liefhebben.
Precies zoals in Deuteronomium 6, vers 4 staat. De Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. En deze woorden zullen in uw hart zijn. Dat bent u, dat ben ik. En de vraag hoe we die kennis kunnen overdragen en hoe we de kinderen kunnen raken, is als je zelf geraakt bent en er van in vuur en vlam staat. Een vonk kan pas overspringen als de Heere door zijn geest je eigen hart heeft aangestoken. En dan gaat het opnieuw dan is het opnieuw evenwichtig, toch? Als God je eigen hart heeft aangeraakt met de kennis die hij geeft door zijn geest, dan is ook het evenwicht aanwezig. Ernst, oordeel, maar ook vrijheid en blijdschap in Christus. Dan zal het allebei meeklinken. Juist dan. En als dat vuur brandt in je hart, dat door de Heilige Geest is aangestoken, dan zal het toch ook over kunnen springen en overslaan. Ik zei tegen de ambtdragers dinsdag, dan moeten we elkaar meer op bevragen, ook in het ambt. Maar misschien ook wel als meesters en juffrouws. Doet u dat wel eens zo, onderling? In jullie eigen commissie? Hoe zit het nou met jezelf? Die verhalen die je vertelt en al die kennis die je probeert over te brengen en dat ijveren voor bepaalde dingen. Komt het omdat er een diepe ijver van binnen zit? Een liefde voor God en voor zijn dienst? Ja, als u geroepen bent om kinderen bij de waarheid te brengen en kennis over te dragen, moet u zelf ook die waarheid kennen en die kennis van God hebben. En zo ben je geroepen met dat woord dat God jezelf ook heeft willen schenken, als het ware dat klasje steeds voor te gaan in die kennis van Christus. En zo kun je de kinderen inwijden in de dienst van God en brengen bij hem die het leven is. Want iemand moet het aan ze leren, toch? De ouders in de eerste plaats, maar u ook. Elke zondag weer opnieuw. Dat die kinderen het horen, hoe het ook alweer zit met die routekaart. En waar de weg ligt die ze moeten mogen bewandelen en waar niet. En hoe je dat ook alweer hoort en kunt verstaan hoe de taal is. En als dat gebeurt, ja, dan zijn er geweldige beloften, toch? Ik eindig maar vanmorgen zoals ik ook begon. Met dat verhaal van Giraud, die opperbevelhebber. 2 jaar lang had hij geoefend, gestudeerd op die kaart en op de taal. En na twee jaar kwam hij in de vrijheid. Kwam hij in de vrijheid omdat de dingen die hij geleerd had hem de deur opende naar de vrijheid. En uit gevangenschap. En dat is ook met onze kinderen zo. En heerlijk als je daar iets van ziet en het bovenal gelooft. Waar ze het weten en leren begrijpen, daar gaan deuren open. Is dat niet heerlijk aan jullie werk? Wie niet leert, verliest. Nu op het einde draai ik het om. Wie leert, die wint. En die winst, die is eeuwig en blijvend en heerlijk. Ik heb gezegd.